In Nederland hebben ze een model die ideaal is om af te checken of je bepaalde activiteiten wel of niet moet doen. Ze noemen dat de drie P's. Je hebt de eerste P van plezier en passie. Hè? Dat is deze waar we in de sportsector zo graag over spreken. Dan heb je prestige en dan heb je poen. En de bedoeling is dat als je iets wil doen, dat je afcheckt. Als ik dit doe, hoeveel van mijn P's zijn daar eigenlijk mee verzadigd? En als er twee van de drie voldoende zijn, dan gaat men ermee aan de slag. En we zien dat eigenlijk bij de sportlesgevers ook. Dus puur de plezier en passie voor de sport is niet meer voldoende. Ofwel is dat gecombineerd met prestige. Ofwel verdienen ze er ook nog iets bij, waardoor ze eigenlijk hun leven zelf ook aangenamer kunnen maken.